Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 8 januari 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Zet als je FL Digi gebruikt om te beginnen RXID aan. Dat knopje zit rechtsbovenaan. Als de functie is ingeschakeld, brandt er een groen indicatortje op de RXID-knop. Gisteren ging het niet goed met het pop-upje van FL Digi. Ik was vergeten om die in het Contestia-bestand aan te maken. Achteraf uitzenden wilde ook niet, omdat ik een denkfoutje maakte waardoor er geen audio werd uitgezonden. Vandaag dus een nieuwe poging, Contestia 125x8 op 355 Hz zoals altijd. Dit keer zonder letters in de waterval, maar hopelijk wel met het Reed Solomon ID pop-upje. Dom genoeg verschuift de ID, de ontvangstfrequentie, als je niet oppast, met 2 Hz. Let dus op of FL Digi nog op 355 Hz staat en niet op 357 na ontvangst van de pop-up. Het verschuiven gebeurt niet als je in het Reed Solomon instelmenu en bij de knop LK rechts onderaan de frequentie op lock zet. Hoewel het pop-upje dan nog steeds onterecht 357 Hz blijft aangeven, maar FL Digi blijft in ieder geval op zijn plek. Die kwestie gaan we nog nader uitzoeken. Als je trouwens zelf eens een tekst in Contestia wilt zien voorbij komen, dan kan dat. Stuur in dat geval een mailtje naar het korte mailadres x@xdv.me. De tekst kan maximaal ongeveer 75 woorden, oftewel 450 tekens lang zijn. Uiteraard moet het een uitzendbare tekst zijn. Ook luisteramateurs of meeluisteraars mogen uiteraard een tekst insturen. Sterker nog, misschien laat ik die zelfs wel voorgaan. Vergeet niet te vermelden of ik je naam, call, luisternummer erbij moet of mag zeggen. Het mailadres staat overigens ook op pnl.ete.nl. De aankoop van Tentec door Dishtronics is nu ook door ARRL.org bevestigd. Zoals eerder gemeld kocht Dishtronics Tentec van RKR Designs. RKR kocht minder dan een jaar geleden zowel Tentec als Alpha Amplifiers. Die laatste twee waren eerder al samengevoegd door het bedrijf RF Concepts. Eigenaar van Dishtronics is Mike Dishop, N8WFF. Hij vertelde aan ARRL dat de aankoop bij hem voor de lange termijn is. Dishops bedrijf bestaat al ononderbroken gedurende 17 jaar en is een stabiel bedrijf. Ook financieel stabiel. De visie van Dishop is dus zeer beslist de lange termijn, zoals hij zegt. De productie van Tentec apparatuur blijft onder het nieuwe eigenaarschap ook in Tennessee. Dishtronics is bekend als fabrikant van elektronische besturingsproducten en verder doet het ontwerp en ontwikkeling voor bedrijven die niet zelf die expertise in huis hebben. Het bedrijf is sinds 2001 actief op de amateurmarkt, hoofdzakelijk met versterkers voor het hoogvermogenssegment binnen de Amerikaanse amateurmarkt. Het bedrijf zal ook eigen nieuwe producten introduceren in mei van dit jaar, dus onder eigen merknaam, op de Hamvention in Dayton. Een volgende stap bij voldoende bedrijfscapaciteit is de eerste productiepartij van de Tentec Omni 7 Plus S. Dat is een Omni 7 met enkele kleine cosmetische aanpassingen en verbeteringen, zoals een plat metalen front voor betere afscherming. Daarnaast komt het bedrijf zo snel mogelijk met nieuwe firmware updates. Mike Dishop onderschrijft de informatie die John Henry JPL eerder al publiceerde. Hoge bedragen voor reparaties zijn ook bij alleen onderzoek aan een apparaat. En mensen die langer dan 5 minuten met een techneut van Tentec aan de telefoon praten of mailen, kunnen ook een rekening verwachten. Dit omdat de serviceafdeling van Tentec al jaren verliesgevend werkt. Ten slotte vraagt Dishop de amateurgemeenschap om geduld tijdens de omvorming van Tentec te hebben. Het bedrijf zal zeker weer winstgevend worden, maar het zal enige tijd vergen. Van Leo PR3ELQ kreeg ik nog een bericht over zijn afdeling regio 26 in Hogeveen. In die regio wordt iedere zondagavond om 8:30 op 145-250 de Tamboer-ronde gehouden. Leo heeft als proef een stream in de lucht gebracht om daarop deze ronde live te kunnen verspreiden. Als eerste test zal Leo vanavond vanaf 9 uur ook de uitzending van PI4AA live streamen en aanstaande zondag dus de Tamboer-ronde. Als het initiatief positief wordt ontvangen, dan zal Leo dit vaker doen. De stream is te beluisteren via de site van de afdeling Hogeveen en dat is a26.veron.nl. Dus nogmaals a26.veron.nl. Op de landelijke site van de Veron is het jaarverslag van de ICT-werkgroep van de vereniging te vinden. Er wordt onder andere benadrukt dat afdelingen gratis een website kunnen krijgen in huisstijl die door de ICT-werkgroep vakkundig wordt beheerd. De enige kennis die je hoeft te hebben is dezelfde kennis die nodig is voor een tekstverwerker. Er zijn al 14 afdelingen die op die manier hun site beheren.
De werkgroep die nu bestaat uit 7 personen zoekt nog 2 of 3 personen voor erbij. Onder andere wordt nog iemand gezocht met kennis over Linux, over PHP, schrap MySQL en over het WordPress-platform. Er is weer een melding primair gebruik bijgekomen. Het betreft dit keer de regio Bunschoten. De mede-amateurfrequentie is verhuurd voor de dagen 18 en 20 januari de hele dag met 8 MHz bandbreedte op 2355 MHz. Zoals zo pas ook al gezegd, vanavond is er weer vanaf 2100 uur de uitzending van PI4AA op deze repeater op 145.325 en op 7073 kHz plus minus QRM. Als slip van de luier om op te lichten kunnen we melden dat er in elk geval een onderwerp over DMR in zit. Vanavond om 10:30 is ook weer de lange uitzending van PA00 Nieuws op PI3UTR met in elk geval de herhaling van alle dagelijkse uitzendingen van afgelopen week. Denk tenslotte nog even aan de gisteren al genoemde 2 meter Sputnikjacht aanstaande zondag in Leusden bij Amersfoort. Volg nu het SSTV-plaatje in BW12.